van der Heijden. Woensdag een bekerwedstrijd tegen Den Bosch. Kunnen we nog verrassingen verwachten in opstelling? Verrassingen, ja. Ik denk voor vergeleken met de afgelopen wedstrijd tegen PSV gaan we aardig wat wisselingen doorvoeren. Maar dat zijn voor ons geen verrassingen qua niveau. Want dat zijn wel jongens die echt het niveau Eredivisie goed aankunnen en heel dicht bij de eerste elf zitten. Dus dat is, er zijn wel wat mutaties hier inderdaad vergeleken met afgelopen zondag. Maar geen verrassingen voor ons in ieder geval. En hoe is het met de fitheid van de spelers? Want ik zag Obetje niet op de training. Hoe is het met hem? Ja, Bie die heeft een aardige tik gehad op zijn oog. En 5 hechtingen. Oog zit helemaal dicht. Dus dat wordt, voor morgen wordt dat niks. En wij hopen eigenlijk dat hij eind van de week kan bijsluiten. En dat hij volgende week zondag of komende zondag tegen Excelsior erbij is. Dus voor morgen niet. En hopelijk voor zondag wel. En Erik die heeft een beetje last van zijn knie, Erik Bakker. Mo die zit met zijn Achillespees, enkel, knie een beetje half, die hebben pijntjes. Dus ja, daar moeten we maar rekening mee houden. En Den Bosch speelt in de Jupiler League. Volg je die ook? Nou, toevallig ben ik afgelopen vrijdag zelf bij Den Bosch Helmond Sport geweest. Om Den Bosch te analyseren, om te kijken hoe ze voetballen. Dus ja, je volgt het natuurlijk wel minder nu, zo simpel is het. Want je volgt meer de Eredivisie, gelukkig. Want dat is toch wel mooier en leuker. En, alleen ja, nu voor de beker tegen Den Bosch, ja, dan moet je dat gewoon heel serieus oppakken. En ik ben er dus vrijdag geweest en ik heb een aardig beeld van Den Bosch gekregen. Dus dat is wel goed geweest, denk ik. En wat is precies het verschil tussen de Jupiler League en de Eredivisie? Nou, sowieso de sfeer in de stadions, de snelheid van de spelers. In de Jupiler League worden gewoon nog iets makkelijker foutjes gemaakt, zeg maar. En als je die fouten daar ook maakt, dan wordt het minder snel ook afgestraft nog. En dat is in de Eredivisie, overal moet eigenlijk even een tandje bij. Qua snelheid, qua fitheid, qua handelen, qua diepgang, qua denkwijze, qua vooruitdenken, restorganisatie, dat soort dingen. Ja, er moet allemaal een tandje bij en dat verschil zie je nou wel heel duidelijk. En jullie hebben net getraind. Hebben jullie nog speciaal getraind op Den Bosch? Nee, het is eigenlijk, we hebben beelden laten zien vanochtend van Den Bosch, naar aanleiding van afgelopen vrijdag. Dus hebben de jongens een idee van hoe ze spelen. Morgen hebben we bespreking. En ze spelen eigenlijk een beetje een balbezit hetzelfde als tegen Groningen. Dus als wij daar goed de druk op hebben, net als tegen Groningen thuis, ja, dan zie je daar niet heel veel problemen uit voortkomen. Dus dat is allemaal wel duidelijk. En met beelden kan je heel veel laten zien en ook beschrijven en vragen stellen aan de jongens van wat wij daar willen zien van ze. En ze denken allemaal goed mee, dus allemaal dat is belangrijk en dat is goed. Dus vandaag hebben wij lekkere sfeertraining gedaan, wat wij normaal ook voor een wedstrijd doen. En dat is goed geweest. We staan er goed op. Is het ook lastig voor de spelers om zich op te laden naar de wedstrijd tegen PSV? Nee, juist niet. Kijk, ja. Kijk, het mooie van PSV is dat we zelf uiteindelijk, je kan precies zien waar het en hoe het misging en waar het misging. Als je de eerste 18 minuten ziet, waar het 72% balbezit en PSV 28% in het PSV-stadion. Dus dan zie je dat je hele goede dingen doet. En als je dan gemakzuchtig wordt, ja, dan denk je dat je. Dan zie je dat je ook heel matig kan worden. En dat is niet goed genoeg tegen PSV. Dus, en het is juist alleen maar mooi als je na een verliespartij, dat je gewoon snel mogelijk weer een wedstrijd kan spelen om dat recht te zetten. Dus dat is nou helemaal niet onprettig om nou morgen weer te spelen terwijl we zondag gespeeld hebben. Juist niet, nee. Heb je zelf nog mooie herinneringen aan een uitwedstrijd tegen Den Bosch? Ja, dat heb ik wel. Dat is 98 geweest toen wij promoveerden. Vierde na-competitie toen. Toen speelden we daar na competitie, speelden we de eerste wedstrijd van de na competitie volgens mij. Toen wonnen we 1-2 en toen maakte ik de winnende. Dus dat was wel een leuke herinnering aan FC Den Bosch, ja. En hoe denken jullie dat jullie Den Bosch kunnen verslaan? Wat zijn de mogelijkheden volgens jou? Nou kijk, zij hebben een leuke ploeg en zij hebben ook aardig wat diepgang in de ploeg. Ze willen vooruit ook, dus dat is allemaal er zit een goed idee achter. Ze hebben middenvelders die uitzakken naar de backposities, dus dat roleert wel. Maar daar hebben we wel een idee op. En ze zijn redelijk kwetsbaar in omschakeling. En ze hebben wel moeite met ruimte in hun rug. En daar ligt onze kracht ook wel met onze diepgang vanuit het middenveld. En ons positiespel van achteruit. Dus ik zie genoeg mogelijkheden om daar te winnen. Alleen het moet niet zo zijn dat wij, die net als afgelopen zondag na 20 minuten, dat wij zo makkelijk beginnen. Want dan ga je tegen iedereen eigenlijk de bietenbrug op.